Dit is een bespreking van het tweede stukje van Apurba Condita 25, paragraaf 9. De situatie in Tarente is de volgende. Hannibal is met zijn leger de Temenitische poort genaderd. Via een andere poort staat Philomenus op het punt om met zijn gebruikelijke jachtbuit de stad binnen te gaan. In de stad wacht de andere leider van de samenzweerders, Nico, op een teken om de poort voor Hannibal te openen. Toen, met de conjunctivus ad propinquare, dat betekent naderen, met de dativus staat dat, met vandaar portai, toen hij de poort naderde, uit het vervolg blijkt dat dat Hannibal is, editus est, opvallende plek van dat editus, is er gegeven, ex composito, volgens afspraak, volgens het afgesprokene, ignis is een vuur, is er een vuur uitgegeven, is er een vuursignaal gegeven, ab Hannibale, door Hannibal. En schitterde, opnieuw het werkwoord vooraan, en straalde er een idem, congrueerd met signum, eenzelfde signaal, gegeven door Nico, die zich dus in Tarentum bevindt. Extinctae de inde utremque flammae sunt. Uitgedoofd, opnieuw dat werkwoord vooraan, uitgedoofd zijn vervolgens, utremque is een bijwoord, betekent aan beide kanten, onderwerp flammai, de vlammen. Dus er wordt een kort vuursignaal gegeven. Dan komt Hannibal in beeld. Hannibal Dukebat, die was aan het lijden, die leidde, leidend voorwerp zijn natuurlijk zijn mannen. In stilte, silentio, ad portam, dus naar die landinwaarts gelegen Temenitis-poort. Nico komt nu in beeld, ex improviso, onverwacht, ad ortus, ad oriri is een deponens wat aanvallen betekent. Ad ortus, het PPP daarvan, mag je vertalen alsof het een presens, of het een PPA is. Nico dus, aanvallend, ex improviso, onverwachts, de sopitos vigiles, de wachters, die in slaap gevallen zijn, de slapende wachters, incubilibus suis, in hun bedden, in hun eigen bedden, suis met nadruk, optrunkat, die slachten die af. Zwaar woord is dat, optrunkare neerslaan. Portamque aperit, en de poort opent hij. Dus Nico opent de poort voor de mannen van Hannibal. Dan zwenkt de camera weer naar Hannibal. Cum achmine met een kolonne peditum van voetknechten, van infanteristen, ingreditur, die komt naar binnen, de stad binnen natuurlijk. Equites, de ruiters, halt houden, subsistris blijven staan, de ruiters om halt te houden, beveelt hij. Hij beval, praeses historicum dit natuurlijk, vandaar de vertaling met de verleden tijd. Hij beval de equites, de ruiters, halt te houden, dus met die voetknechten gaat hij naar binnen. De ruiters beveelt hij om halt te houden, dus buiten de poort neem ik aan, of net erbinnen. Ut possent, opdat zij konden occurreren. Tegemoet rennen betekent het letterlijk aan te vallen over een vrij veld. Aan te vallen waarheen de zaak, de situatie, het zou vereisen. Postulet van postulare is eisen. Dus Hannibal gaat met zijn voetleger gaat hij naar binnen en de ruiters die laat hij halt houden bij die poort ergens in de buurt. Zodat ze de vrije hand hebben mocht er iemand ergens hulp nodig hebben.